Of je nu een professionele fotograaf gebruikt hebt of je hebt zelf je foto's gemaakt, het is belangrijk om je te realiseren dat de buitenkant foto's veel informatie aan kijkers geven die op basis daarvan besluiten of ze wel of niet een bezichting bij je willen plannen. Een van de meest gemaakte fouten bij woningen die langer dan een maand te koop staan, is dat de buitenfoto's geen reëel beeld geven van de huidige situatie van de verkoop. En met de huidige situatie bedoel ik dan het seizoen waarin de verkoop plaatsvindt. Een foto met een straat vol sneeuw is natuurlijk heel erg leuk op het moment dat je in de kerstsfeer bent. Of dat heel Nederland druk bezig is met skiën, of met schaatsen, of met sleetje rijden. Maar op het moment dat we in mei zitten en iedereen is drukker bezig met in zijn t-shirt buiten lopen, kunnen dat soort foto's juist averechts werken en geven juist een heel verkeerd beeld van je woning. Dat geeft bij kijkers dan ook meestal de volgende reacties. Als ik een huis zou zien in mei met inderdaad besneeuwde daken, dan is mijn eerste reactie waarschijnlijk dat huis staat al 5 maanden in de verkoop. En ja, waarom staat het zo lang in de verkoop? Is er iets mis met het huis? Wil ik het huis hebben wat niemand anders wil hebben? Of ik zou kunnen denken, als het al zo lang te koop staat, misschien willen ze er nu al vanaf. Misschien hebben ze al iets anders gekocht en staan ze open voor een lage bieding. Dus deze tip gaat eigenlijk over het volgende. Als je je huis wil verkopen, zorg dan ook dat je buitenfoto's recht doen aan het tijdstip waarin je huis in de verkoop staat. En dat kan soms betekenen dat je iedere paar maanden nieuwe buitenfoto's laat maken en die op het internet plaatst. Zodat kijkers een reëel beeld krijgen van jouw woning op de huidige situatie.